Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Anschraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 48 hier in Brazilië. De laatste ronde van seizoen 3 alweer. Het gaat extreem hard en extreem snel. Dat is precies zo. Maar heb je die vorige video gemist in Mexico, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtwoordig ietsje. Klik erop, jij die video verschijnen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse Formule 1 content. Trouwens, over Formule 1 content gesproken, er staat een hele andere video online met mij erin. Ik zal zometeen even iets in het scherm pleuren, zodat het in beeld komt. Ja, vandaag is het eindelijk zover. Vandaag ga ik racen met mijn neef Jan. Ja, boeien. Je zat echt. Dat je had niet verwijderd van die Red Bull, hoor. Die Red Bull deed het slecht, maar jij... Oh. Jij ja. Ook. No. Dat is namelijk een video met, ja... een persoon die ik ken van Instagram. Zijn naam is Nebias. En ik zou het echt even waarderen als jullie even die video gingen kijken. Nee, ik denk het niet. Nou goed, ja, Brazilië. Een langere aflevering dan normaal. Waarom? Een sprint zit erin. En deze sprint kan ervoor gaan zorgen dat wij misschien nog extra punten kunnen pakken in dit kampioenschap. Dat hadden jullie echt niet verwacht. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar aflevering nummer 48 voor de kwalificatie. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Sprint niet goed, want we hebben een fout in het remsysteem. Bear with us a few minutes. I'm afraid we're losing hydraulic pressure. There's a leak somewhere in the system, so just sit tight for a bit. Wauw, de engineer is wakker. Applaus, hoor. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Goed verhaal. Dat hij dat nog niet wist. Opmerkelijk. Maar goed. Wij kunnen dus even helemaal niks. Ongeveer 1 minuutje wachten. En dan kunnen we misschien iets gaan proberen in Q1. Kunnen wij doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel? Dat zou hopelijk een mogelijkheid kunnen zijn. We hebben een 50 plekken gridstraf. Waarom? Componenten en componenten worden vervangen in deze laatste wedstrijd in Q... Sorry, in seizoen 3. Ik zeg het goed. En ja, dan gaan we gewoon de baan op. Dan skippen wij gewoon de tijd. En jazeker, het is gewoon super nat. Fucking nat, erg nat, kapot nat, noem het maar op. Het is gewoon nat op het circuit. En dat betekent regenbanden, dus geen DRS. En je ziet het, jazeker, 50 plekken gridstraf. Dan denk je, ja Gianan, why the fuck heb je nog besloten om de kwalificatie op te nemen? Eén antwoord mogelijk, content. Ik heb content nodig om gewoon... ja, mijn YouTube kanaal draaiende uit te houden. Als ik geen content heb, dan houdt het voor mij ook op. Interessant. Heel interessant. Dus vandaar. Maar goed, lang verhaal kort, content is belangrijk. Anyway, op naar deze eerste ronde in Q1. Begint niet goed, missen daar de Apex. Bocht nummer 2 nemen wij ook niet zo lekker. Hetzelfde geldt wat Verstappen en Hamilton deden. Die kwamen elkaar mooi tegen in de grote prijs. Met als resultaat dat Verstappen... ja, moest terugvallen tot achter Perez. Sorry, tot voor Perez. En Perez, die wou terugvaren onder positie. En dat deed Verstappen niet. Bla, 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 bla. Rel in Red Bull. Maar goed, wij dus naar een P5. Met een 1-20-1? Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. Een 1-20-1-7-8. Dat kan harder, dat kan sneller, dat kan beter. Dus, en nog een keer voor gaan zitten. En dat gaan we ook doen in deze tweede run. Nog steeds op de full wedge, nog steeds op dezelfde band, nog steeds geen DRS beschikbaar. En nog steeds door, als het zo eindigt, naar Q2. Wat ook de bedoeling is. Aanremmen eerste bocht, lukt niet zo lekker. Missen daar een klein beetje de apex. Bocht nummer 2 nemen wij wel heel erg goed. Jazeker, zo hoort het. En dan hier een lang rechtstuk. Komen daar Theo Pourchaire tegen, maar die gaat mooi aan de kant. Nog ongeveer anderhalf minuut in Q1 als we daar Lance Stroll hebben. Let daar niet zo goed op en ja, Stroll blokt mij een klein beetje waardoor ik van mijn lijn af moet en daardoor verlies ik kostbare tijd.
Jammer voor hem dat hij geen gridstraf krijgt, maar goed, kunnen wij niks aan doen. P14 nog steeds met nog ongeveer 1 minuut op de klok. En dan gaan we kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Q3 zal moeilijk gaan worden. Zou je daar gewoon even heel die bocht even afsnijden, krijg je er geen waarschuwing voor. Dus ja, het is wat het is. Met een 1.19.5 laten wij een P9 noteren. In Q1. We gaan gewoon nog voor een derde run. Maar die run was niet meer nodig. Want we zijn aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. En kijk eens op de intermediates. De regen is wat gaan verminderen in deze tijd. En dus kunnen wij kijken wat deze band ons gaat brengen. Nog geen DRS beschikbaar. Waarom? Het is nat. De omstandigheden zijn te gevaarlijk. Wat ik jammer vind. Maar goed, ik ben de racerector niet. Was het maar zo'n feest. Anyway. Een mooie, schone baan eigenlijk. Want er rijdt ja, wel iemand voor ons, maar die rijdt ons niet in de weg. Dus dat is alleen maar goed. We kunnen ook niet profiteren van de slipstream. Dus moeten we het puur op vermogen doen. En dan laten wij een 1.17.8.8.0 noteren op een P5. De vijfde positie hier goed om door te kunnen komen naar het derde kwalificatiedeel. P6 maakt daar gelijk een P6 van, want iemand is harder en sneller gegaan. Gasly naar 4, tikt hem naar 5. Wij zijn doorgewezen naar een 11e positie met paars in sector 2. Zijn sneller in de tweede sector dan wie dan ook. En dat betekent een P8 met een 1.17.1.4.2. Nog steeds goed genoeg om door te kunnen komen naar het later kwalificatiedeel. 3 minuten op de klok, P13 voorlopig. Ik ben als enige op het circuit, maar ik denk dat heel veel mensen nu de motoren gaan starten. En zometeen een outlap gaan beginnen met nog ongeveer 2 minuten en 50 seconden op de klok. Hopen dat wij door kunnen komen naar het derde kwalificatiedeel. En zo niet, dan is het vooral kijken wat de rest gaat doen in de sprintrace. Kunnen wij nog een punt pakken? Dat is de vraag. Dat zien we allemaal zometeen wel. 1 minuut en 50 seconden nog op de klok. P13. Zijn ons helaas niet aan het verbeteren. We verliezen het in sector 3 en sector 2. Dus dat betekent nog een keer proberen. De laatste keer proberen. En dan is het echt over en klaar als we niet door zijn naar Q3. Eerste twee bochten nemen wij uitstekend. 2/10 onder onze eigen tijd. Zo hoort het, zo moet het ook. En de vraag is, laten wij het zometeen liggen? Nee, met paars in sector 2. Snel van allemaal in de tweede sector. Groen in sector 1, dat wordt ook verbetering. In sector 3, wat wordt deze tijd? Welke positie gaat het worden? Dat is een P10. Een 10e plek. Voorlopig goed genoeg om door te kunnen komen naar het derde kwalificatie met ongeveer 15 seconden op de klok. Zijn ons nog aan het verbeteren, maar missen daar helaas wat tijd. Latifi naar de snelste tijd. Helaas zijn wij doorgewezen naar een P15. Zijn ons wel aan het verbeteren. Dus we kunnen misschien nog een plekje omhoog springen voor de sprintrace. Dat wordt van P15 naar een P15. Geen verbetering van plek, wel van tijd. Carlos Sainz naar de snelste tijd, Charles Leclerc naar de tweede tijd, Norris naar de derde tijd. En de verrassing, Verstappen en Hamilton niet door na Q3. Dat belooft wat voor de sprintrace, is het op naar aflevering nummer 48. Daar gaan we dan. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. It's Carlos Sainz in pole position, Charles Leclerc alongside. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Perez, George Russell, and Fernando Alonso. Gasly, Latifi, Ocon, and Yuki Tsunoda. Verstappen, Hamilton, Alex Albon,
and Mick Schumacher. The Professor, Tictum, Guan Yu Zhou, and Robert Schwartzman. Magnussen, Richard Vachon, Stroll, and Teo Pourchaire. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Okay, this is the final race of the season. Just get out there and enjoy it. Nou, geniet ervan en veel geluk, zegt de ingenieur. Oftewel, ja, maak wat moois van. Het lijkt net alsof je gewoon zegt, ja, kan mij schelen wat je doet. Als we maar finishen. Gaan we zeker doen. 12 ronden lang in de sprint race op de mediumband starten wij geen regen voorspeld. De meeste lap gaat gewoon van start. We starten op een 15e positie. Hopelijk kunnen we naar de punten rijden. Weet wel dat we in de hoofdrace een sprint... Wat zeg ik nou weer? In de hoofdrace een tijdstraf? Gridstraf krijgen. Vanwege het wisselen van de componenten. Dus wij starten sowieso achteraan. Maar goed, dat geeft niks. Want hier in deze wedstrijd kan je punten pakken. De eerste 8 mensen pakken punten. Maar goed, dat weten jullie denk ik allemaal wel. Voor degene die Formule 1 volgen en zo niet. Heb je vandaag weer iets nieuws geleerd. Maar goed, kom aan bij de grid. En is het op naar de sprint. Voor aflevering nummer 48. De laatste keer sprinten hier. In seizoen 3. De lampen gaan aan voor de grote prijs van São Paulo hier in Brazilië. 12 ronden lang knokken voor het waard en de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen niet zo makkelijk weg, want Tictum heeft al een betere start. Hetzelfde geldt voor Guan Yu Zhou. Magnus aan de binnenkant, maar wij maken een dive om naar die 3 rijders toe. Dat lukt en aan de binnenkant zijn Tictum laat een mooie ruimte. En dat is nog steeds P15. Geen plekken verloren of gewonnen bij de start, zo mogen we het zien en horen. Tictum kan hier even niks, weet wel dat de rest heel veel sneller is op dat rechte stuk. Dus daar kunnen we last van krijgen, ook tijdens de hoofdrace. Maar hier aan de binnenkant Magnussen aanvallen. Dat lukt en hem hier wijd duwen. En dat is de 14e positie. Op naar Alexander Albon voor P13. Hier aan de binnenkant, zometeen, lukt dat? Dat lukt maar net. Dat lukt maar net, want Albon wou daar een manoeuvre doen naar de rechterkant. Wij zagen dat gelukkig op tijd. En 2 posities in 1. Ronde nummer 2 zitten wij als we daar Yuki Tsunoda hebben naar de binnenkant. Vinden daar toch gewoon een gaatje. Doet dat heel brutaal. Raken elkaar daar meerdere keren. Tsunoda naar P12, verder naar P13. Albon zit zo meteen te kijken. Ook voor een aanval. Weet wel, de jongens voor mij en achter mij zijn snel op dat rechte stuk. Hier gaan wij tijd verliezen. Albon aan de buitenkant lukt niet. Geven hem ook nauwelijks ruimte. Waarom? Het boeit mij niet zoveel. Daarom. Dus een plekje verloren aan Yuki Tsunoda. Kunnen hem hier terugpakken. Zeker, aan de binnenkant. Dat lukt. Komen van het weg. Tsunoda ziet ons. Wij schieten door. Maar houden toch mooi die positie. Daar zij aan zij. Ocon en Hamilton. Wij profiteren ervan. Want Ocon is gepasseerd. Jazeker. En het is de 11e positie. Op naar Lewis Hamilton. De 7-voudig wereldkampioen die wij kennen. Ocon kan hier even niks, want wij hebben ook DRS, moeten ook ERS gaan sparen, zie ik. Want dat is nog maar 1% of 12%. Dus dat wordt ook even knokken en kijken hoe we dat gaan doen. We zitten nog niet op de helft, maar Hamilton zit klem achter Gasly. En dat zien wij. Vallen daar 2 rijders aan in 1 bocht en dat lukt. Dat is P9, maar rijden nog niet in de punten. Daarvoor moeten wij Latifi passeren. Hamilton heeft ons weer terug ingehaald. Wij doen dit. Komen van heel ver. Missen daar complete apex. Hamilton moet daar echt even opletten dat hij ons niet raakt. Een heel ruw gevecht voor P9. Wat is het? Geen punten, maar goed. Ik wil dat Latifi vertraagt, maar dat gaat niet. Die McLaren is heel snel. En als het zo eindigt, gaan wij niet in de punten rijden. Of er moet een wonder gaan gebeuren. Maar eerst Lewis Hamilton afzien te stoppen in ronde nummer 6. Zitten op de helft van de sprintrace. Het gat naar Latifi is 4,5 seconden. Ronde nummer 7. Als het daar geel is. Het is geel, want Max Verstappen valt uit. Hamilton wil daar inhalen. Wat niet mag. En rijden nu in de punten. Een punt achter onze naam. Groene vlag wordt gezwaaid helaas. Hamilton aan de binnenkant. Wij gaan heel fel verdedigen. Lukt niet. Hamilton er voorbij. Vinden hier toch een gaatje aan de binnenkant. Hamilton ziet dat gelukkig. Gaan daar wijd.
en het is nog steeds P8. Ik voel me net verstappen in 2021. Daar zit Hamilton aan de buitenkant. Weer geel in sector 1. Vallen hem daar terug aan. En het is weer groen, want de auto van Verstappen is weggehaald. Hamilton, weer DRS. Gaan hier flink verdedigen. Moet via de buitenkant erlangs. Dat lukt niet. We zorgen ervoor dat hij niet kan insturen. En het is ook steeds de 8e positie voor ons. Het is net Hamilton en Verstappen in 2021. Ook zo'n bikkelhard gevecht. Hamilton aan de buitenkant. Lukt. Hamilton aan de buitenkant. Lukt niet. Nog steeds zit de zevenvoudig wereldkampioen klem achter onze auto. We houden hem waar hij moet. En hier weer dat DRS-stuk. Hamilton aan de binnenkant vindt zijn weg. En Hamilton gaat wijd. Lewis Hamilton gaat wijd. Wij gaan ook wijd. Nog steeds P9. Kunnen niet terug aanvallen bij de zevenvoudig wereldkampioen. Ook Yuki Tsunoda zit te kijken. Terwijl mijn spraak helemaal wegloopt. En daar vallen wij Lewis gewoon even aan. Aan de binnenkant. Heel fel. Hamilton terugkomend. Lukt niet. Kan er niet van profiteren. En heeft nu Yuki Tsunoda om zijn oren. Voor P9. Dus geen punten. En Charles Leclerc wint de race. De sprintrace. En wat kan Yuki Tsunoda? Die kan niet profiteren. Wij pakken dat laatste puntje in de sprintrace. Goed gedaan, een punt. En dat betekent dat Sainz nu het WK leidt met 7 punten verschil. Carlos Sainz en Charles Leclerc gaan deze laatste race in met 7 punten marge volgens mij. Leclerc is winnaar van de sprintrace. Sainz tweede. Norris op P3, Perez 4, Alonso 5, Russell 6, Latifi 7 en wij dus naar P8. 7 punten verschil, jazeker. Sainz en Leclerc knokken nog voor dat wereldkampioenschap. Wat gaat allemaal worden? Dat zien we zo meteen. Maar eerst de hoofdrace. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Daar gaan we dan. Formula 1 returns to Interlagos once again with the stage set for what promises to be another classic Sao Paulo Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012, and in 2016, Max Verstappen treated us all to one of the finest wet weather drives of all time. We're racing then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out Sector 3 that give us our best passing opportunity down into Turn 1. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Perez, Alex Albon, and Mick Schumacher. Gasly, Fernando Alonso. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Magnussen and George Russell. Latifi, Schwartzman, Yuki Tsunoda, and Teo Pourchaire. Hamilton, Joe, Daniel Tictum, they've taken a grid penalty, and Richard Vachon. The Professor, Ocon. Stroll, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Max Verstappen completes the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you here with us today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into Turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Nou, dan zijn we aanbeland bij de grid voor de hoofdrace voor de laatste video van seizoen 3. Medium hard is de strategie. Nemen. Ja, ik denk 41 ronden. Dat moet voldoende zijn voor de brandstof voor deze race. Laten we dus beginnen met de formatieronde op P19 vanwege die gridstraf. Hetzelfde geldt voor Max Verstappen die helemaal van achteraan start. En dan is de vraag, pakt vandaag Sainz of Leclerc de wereldtitel? 7 punten verschil. Dus
Iemand moet een overwinning halen en dan is diegene wereldkampioen. En diegene achter hem moet minimaal tweede eindigen. En bijvoorbeeld de snelste race om de punten te pakken en dan is degene die tweede eindigt kampioen. Enzovoort, enzovoort. Komen we aan bij de startprocedure voor de hoofdrace voor aflevering nummer 48. De laatste video van seizoen 3. Dan op naar seizoen 4. Kijken wat dat dan gaat worden, maar eerst deze race goed afzien te sluiten. We gaan gewoon beginnen voor aflevering nummer 48 van F1 22 My Team Career Mode. De hoofdrace staat op het punt te beginnen. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen matig weg. Want Ocon is beter weg verstappen en is heel goed weg. De schoor blokkeert mijn pad. Hier Vierdik lukt niet, wij kiezen het hazenpad en gaan voor de remoptie. Stroll aan de binnenkant op die zachte band. Verstappen op de mediumband. Stroll en langs, maar er nog niet voorbij. Nog steeds P20. Verschoor heeft het lastig. En wij vallen hem daar misschien aan de binnenkant. Lukt dat? Nee, Stroll zit wel te kijken bij ons. Dat lukt toch. Verschoor aangevallen aan de binnenkant. En dat is P19. Goed gedaan. Op naar Dan Ticktum. Voor P18. Hier aan de binnenkant misschien. Dat lukt. Dat lukt. En ook Lewis Hamilton is het haasje. Lewis Hamilton is ook gepasseerd voor P16. Wij dus nu naar P16. En op naar Esteban Ocon. Lukt dat hier dan aan de buitenkant? Nee, dan naar de binnenkant kijken. Ocon ook gepasseerd. En dat is P15. Een goede openingsronde in de grote prijs van Sao Paulo. Daar aan de binnenkant van Yuki Tsunoda in ronde nummer 2. En dat is P14. Dat is P14. Hier aan de buitenkant kijken van Robert Schwarzman. Meer snelheid meenemen in die bocht. En dat is ook P13. Dat is P13. Jazeker, goed gedaan. Nu op naar Theo Poortje voor P12. Dan door naar Kevin Magnussen voor P11. En dan is het Nicolas Latifi die in de punten rijdt voor McLaren. Rijdt op P10. Wij moeten dus nu even de beide Williamsen zien te gaan passeren. Terwijl Carlos Sainz het snelste raceronde noteert. Hij leidt ook de wedstrijd. En als het zo eindigt is Carlos Sainz kampioen in seizoen 3. Komen van heel ver op Theo Poortje. Lukt net niet. Jammer. Dat even dat het was gelukt. Hier op de exit ook niet. Ronde nummer 5. Dan hier naar de buitenkant kijken. Via de buitenkant. Dat kan. Dat lukt. En dat is, terwijl Poortje ons een klein beetje raakt, P11. Nu op naar Latifi voor de punten. Dan door naar George Russell. En de leiders zijn al helemaal verdwenen. Want Alonso vormt al een klein treintje. Maar daarachter zit Schumacher en dergelijke. Poortje kan, sorry, Magnussen kan trouwens niet terugkomen. Want hij heeft Poortje ingehaald. Nog steeds een 11e positie voor ons. Wat kan Magnussen hier? Aan de binnenkant lukt niet. Wordt flink geblokkeerd. En dan hebben we daar George Russell. Aan de buitenkant lukt niet. Jammer. Dan hier naar de binnenkant kijken van de Brit. Dat lukt wel. En hem hier wijd duwen en het is P10. Een punt erbij voor ons. Dan door naar Nicolas Latifi in zijn McLaren. Wijdere lijn nemen. Eerder deze bocht aansnijden. Hier dan nu naar de buitenkant kijken. Dat lukt zeker, maar gaan daar een klein beetje wijd. Latifi kan terugkomen, dat doet hij zeker. Aan de binnenkant zit hij nog. Maar deze knik is dan wel voor ons en het is P9. Twee punten erbij. Als het zo zou gaan eindigen, nu op naar Alexander Albon. Het gat is 15 en hebben DRS van de Britse taai. Ook Latifi zit te kijken. Voor een aanval, kan er niet langs. Russell ook te kijken, kan er ook niet langs. Gaan daar flink verdedigen van de twee. Beetje wijd. Exit bocht nummer 2 een beetje verprutst. Ronde nummer 8 zit er trouwens alweer. En George Russell zit er dicht op. Voor een aanval. Voor P9. Aan de buitenkant. Raakt ons. Latifi probeert mee te komen. Lukt niet. En wij remmen heel laat om Russell af te stoppen. En dat is gelukt. Latifi terug naar P10. Mooi gevecht. Ronde nummer 9. Dan hier proberen op de exit. Albon. Jazeker, mooi gepasseerd. Geven hem nauwelijks ruimte, waardoor hij echt af moet remmen. En daardoor is hij 8e positie. 4 punten erbij trouwens.
voor ons. Goed gedaan. Op naar Pierre Gasly. Dat gat is 3,1 seconde. Wordt alsmaar kleiner en kleiner. 2,2 is het. We zitten in ronde nummer 11 als we daar Gasly hebben voor P7. En daar vallen we ook aan. Jazeker, op een hele onverwachte positie, maar schoten daardoor en Gasly heeft geprofiteerd. Wij hebben zometeen DRS, maar dat heeft Gasly ook. Krijgen een waarschuwing, maar het geeft niks. Geen probleem, Gasly rijdt van ons weg. Schiet daardoor, Gasly schiet door en dat zien wij. En het is weer P7. Goede race tot nu toe in ronde nummer 12. Nog 24 rondes te gaan in de race. Nog geen uitvallers. Ronde nummer 13 is het. Als we daar aan de buitenkant kijken van Mick Schumacher, lukt dat? Nee, dan hier terugkruisen lukt ook niet. Dan hier naar de binnenkant kijken, dat lukt wel. Schumacher kan terugkruisen, is niet gelukt, de inhaalactie. Tikken daar de Duitser per ongeluk aan. En daar hier aan de binnenkant heel onverwacht. Schumacher houdt gewoon in. Gebruikt ons gewoon als remblok. En daardoor heeft Gasly de aansluiting gevonden. En dan gaan we zo meteen in ronde nummer 14. Schumacher aan de binnenkant, dat lukt. Gasly aan de buitenkant, we zijn een sitting duck. En dan Gasly hier misschien passeren aan de buitenkant. Lukt dat? Dat lukt, jazeker. Goed gedaan en het is nog steeds de 7e positie. Dan hebben we daar weer Mick Schumacher. En weer voor P6. Hier dan nu aan de buitenkant proberen. Lukt dat? Meer snelheid meenemen. Dat lukt. Schumacher laat hem staan. Schiet door. Wordt geblokkeerd. Tenminste, wij worden geblokkeerd door de Duitser. De overtakeklop aangooien. Schumacher hier compleet wijdduwen. En dat is P6. En dan zitten we in ronde nummer 15 van de race. Schiet hier een klein beetje door, maar het is geen probleem. Ronde nummer 17 is het. Als we naar binnen duiken voor mijn laatste pitstop van de dag, gaan naar de harde band. En gaan kijken waar we zo meteen terugkomen. Richard Verschoor moet ook volgens mij nog een keer naar binnen, als ik dat goed zeg. En duikt ook naar binnen. Een pitstop die wat sneller kon, helaas. Verschoor is doorgereden. Richard Verschoor doorgereden op de mediumband. En we zitten op de helft van de grote prijs. Dus nog 18 rondes te gaan in de race. Komen terug op P12. Dus zouden in principe weer in de punten rijden als iedereen naar binnen is geweest die voor ons rijdt. Onder nummer 26 is het als we daar helaas brandstof moeten gaan besparen. De tank is leeg aan het einde van de rit. En dat is niet fijn. Daar zit George Russell. Voor P6. Lukt niet. Wordt daar flink wijd geduwd door ons. En daardoor zit Pierre Gasly te kijken voor een aanval op ons. We gaan hier gewoon lift en coast om brandstof te sparen. Onder nummer 28 is het. Nog steeds George Russell. Kijkt bij ons. Is geen ruimte. Er is geen ruimte. Kijk naar de buitenkant. Wij gooien de deur dicht. En dat is een touché met ons. En George Russell. Een voorvleugel is gesneuveld. Russell moet naar binnen voor een nieuwe neus. En Gasly gaat daar wijd. En dat zien wij. Pakken Gasly terug. En gaan weer lift en coasten. Herhaling wat er is gebeurd met mijzelf en George Russell. Ja, en ik ben hier de schuldige. Ik stuur terug naar de racelijn. Russell kan daar niks aan doen. En ik heb gewoon zijn race verpest. George Russell's race is verziekt in de laatste ronde van seizoen 3. En moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. Gaat hij niet fijn vinden. En daar pakken wij trouwens Gasly mooi terug. Oh, Russell pakt daar even Gasly met een kapotte voorvleugel. Doet hij goed hoor, doet hij goed. In ronde nummer 34 is als we daar Magnussen hebben. Maar die rijdt tegen ons aan. Alhoewel, ik rijd tegen Magnussen aan. Om hem af te stoppen, want we hebben geen brandstof meer. En Magnussen is gewoon zijn hele voorvleugel kwijt. Weet ik niet wat daar gebeurde?
hebben Magnussen geraakt. In dezelfde ronde. En proberen daar Latifi te blokken. Hetzelfde geldt voor Mick Schumacher. Wij moeten gewoon deze zesde positie vol zien te houden. Oh, ik wou eigenlijk vast zeggen, maar het werd uiteindelijk vol. Schumacher aan de buitenkant. Lukt niet in ronde nummer 34. Oh, Schumacher. Rijdt gewoon tegen mijn achterkant op. Schumacher uitgevallen in de race. Mick Schumacher. Geen punten voor de Duitser. Lance Stroll uitgevallen in de race. Twee uitvallen. Schumacher en Lance Stroll. En dan zit daar Nicolas Latifi. Misschien te kijken. Rijdt ook tegen ons aan. Nou doen wij wel een hele sneaky manoeuvre naar... op het allerlaatste moment naar de linkerkant. Dus ja, Latifi kan daar ook niet zoveel aan doen. Ik ben gewoon... als je het niet door hebt, ben ik gewoon van plan om die zevende positie, zesde positie, vast te houden. Terwijl we daar gewoon een kapotte voorvleugel rijden door een eigen blunder van ons raken naar flink Esteban Ocon op de sidepod. Dat is geen schade aan ons, maar ook niet aan Esteban. Ja, en dit is gewoon een beetje lopen kloten. Het mag helemaal niet. Het is ook niet de bedoeling. Maar ik wil... ja, wat wil ik eigenlijk? Goeie vraag. Geen idee, maar dit was gewoon een fout van mij. Ik remde veel te vroeg. Te vroeg. Gewoon echt veel te vroeg. Op Latifi. En ik heb eigenlijk zijn race verziekt. Daar zit Kevin Magnussen. Nee, het is Theo Poortje voor P6. En hij kan er niet voorbij. Maar die tank is leeg. Die tank is leeg. We hebben geen brandstof meer over. En dat merken wij. Poortje aan de binnenkant is er voorbij. Maar kunnen wij hier terug aanvallen? Jazeker, dat gebeurt. Dat doen wij. Lando Norris wint de race. Leclerc P4. Waar eindigt Carlos Sainz? Waar is Carlos Sainz geëindigd? Ik denk dat Sainz op het podium is beland. Dus Carlos Sainz, ik denk dat hij kampioen is geworden van seizoen 3. Ferrari pakt alweer de dubbel. Goed gedaan van de Italianen. Forza Ferrari. Zou ik zeggen. Maar goed, ik ben geen Ferrari-fan. Dus nee, dankjewel. Als daar nog iets heel geks gebeurt. Wat is daar gebeurd? Gasly deed daar een aanval. Gele vlag wordt gezwaaid. Theo Poortje valt stil. Een krankzinnig einde van deze grote prijs. Ik heb zometeen een herhaling. Dat gaan we zometeen even terugkijken. Maar eerst het podium met de podiumfinishes natuurlijk. En is het op naar, ja, seizoen 4. It's certainly been an incredible year for Formula One, and our drivers have pushed themselves this season, making it one of the most compelling years of racing in history. There can only be one champion, however, and here they are now, our new Formula One World Drivers Champion. Victory today then, but bittersweet emotions, I'm sure, as the championship slips through their fingers. Even so, what a fantastic final race of the season this was. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Nou, hier hebben we dan dus de uitslag van de hoofdrit. Norris wint de wedstrijd. Sainz naar P2, Perez 3. En daardoor, omdat Leclerc 4 is geëindigd, wint Carlos Sainz de rijderstitel. Alonso 5, Weiders naar P6, Tsunoda 7, Hamilton 8, Schwarzman 9 en Verschoor komt helaas net tekort voor een punt. Jammer. En Sainz winnaar met 13 punten verschil. En wij dus zevende in een waanzinnig seizoen. Met 2 overwinningen en 1 podium. En 5 in het constructeurskampioenschap. Maar hier even een herhaling wat er is gebeurd in de laatste ronde. Het is Tsunoda die een fout maakt. Yuki Tsunoda maakt een fout. Daardoor raakt hij volgens mij Theo Poortje. Aan boord bij de Fransman. En ja, Poortje die kan hem niet meer ontwijken. Staat daar wel heel ongemakkelijk.
Omdat mensen daar gewoon met 3.30 over door hem heen langzaam gaan. Verschoor had nog even een flink moment. Moest daar even ontwijken. Kon daar Hamilton net niet passeren voor een punt. Maar hij heeft het toch goed gedaan. Ik weet niet of wij hem gaan houden. En dit gebeurde er waardoor... Ja, Lando Norris de race won. Omdat Sainz een fout maakte in de laatste ronde. Blokkeerde hij gewoon zijn band. Te druk nam toe. Maar dat mocht gewoon niet baten voor hem. Want hij is wereldkampioen geworden in seizoen 3. Goed gedaan van de Spanjaard. En ja, de rivaliteit breakdown. Plus 5 voor mij, plus 2 voor Lewis. Die in zijn laatste race het niet kan bekronen tot een podium of een overwinning. Hamilton neemt afscheid met een traan. Keert ook niet meer terug in de sport na seizoen 3. Dit was de laatste race voor de zevenvoudig wereldkampioen. Wel een leuk feitje. Hij heeft in alle 3 seizoenen niet 1 keer gewonnen. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. 1,9 miljoen erbij. De sponsoren zijn blij. En wij pakken helaas geen cash. Verschoor wel 45.000 erbij. In totaal op de bank 15,93 miljoen dollar kunnen we gaan spenderen voor seizoen 4. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me hoe je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn game kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F122. My Team Keremot content zoals multiplayer videos met Nebias. My Team Keremot en nog veel meer. Dus gewoon abonneren. En zo niet, dan weet ik niet wat je hier doet. Gewoon op dat rode abonneerknopje drukken. En dat belletje aanzetten. Zodat je geen enkele race meer van me mist. Elke zaterdag en zondag een video. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruik staat in de beschrijving. Dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder voor seizoen 4. Met een regulatieverandering. Dan kan van alles gaan gebeuren. Ik zou zeggen, hou het in de gaten. Tot de volgende keer.